Warme William luistert. Zit je met iets? Praat erover. Warme William luistert. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Maar Mega Mindy is het ook niet. Lang leven de sympathiekste sidekick ooit. Jeugdsentiment alom in deze aflevering, want we vleien ons aan tegen Mega Toby. Al luistert hij deze dagen naar de naam Louis Talpe. Ondertussen is hij bijna op een boomergerechte leeftijd, al zou je dat niet helemaal zeggen als je hem ziet. Door het prille vaderschap vond hij zijn verwonderde kinderblik moeiteloos terug. En zoals je wel kan verwachten, heeft papa ook nog wat wijze raad in petto. Luister maar. Louis, hoe gaat het met je? Ik kijk altijd als men me vraagt van op dit soort manier, hoe gaat het met u? En dan zeg ik prima of goed. Kijken naar de bigger picture van naar mijn sociaal leven, naar mijn vriendschappen, naar mijn sportief leven, naar mijn professioneel leven en naar mijn familiaal leven. En als dat allemaal de box gestikt van goed, prima, perfect, dan zeg ik graag goed, dank u. Ik vind vooral van mezelf dan dat ik een positivist ben. En dat probeer ik altijd over te brengen op andere mensen. Je hebt soms vrienden die struggelen met iets. En ik zeg heel vaak, maar maak eens uw lijst. En niet iedereen kent die lijst, want dat is ook misschien een dwazend klein dingetje van mezelf. Maar voor mij is dat heel simpel. Ik maak altijd die lijst van... Maar soms word ik ook wakker en dan denk ik... Ik ben slecht gezind en ik heb geen zin in dit, ik heb geen zin in dat. En dan vraagt mijn vrouw, Tiff, van, nou, wat scheelt er? Ik zeg, ik weet het niet, ik kan er nog de vinger niet op leggen, maar er scheelt iets. En ik zeg, ja, maar dat is goed en dat is goed en dat is goed, dus ik weet het niet goed. En dan misschien soms na een uur vind ik het, dat ik denk van, ach, verdomme, ik heb daar een e-mail gekregen en dat stoorde mij aan die e-mail en maar ik weet niet goed hoe ik er moet op antwoorden. Of het kan zelfs soms een factuur zijn dat ik moet betalen van een huis dat je hebt gebouwd en dat er nog een factuur binnenkomt van, weet ik veel, de elektricien, die drie maanden later zegt, oh, ik ben nog een factuur vergeten. Ik denk, godverdomme, jij. Dus er zijn altijd kleine dingetjes in een mensenleven, zeker in een volwassen leven, die u met uw voet op de grond zetten en die u even doen nadenken van, wacht, dat moet ik ook nog oplossen. Maar dan opnieuw om terug te komen op het feit dat ik een positivist ben, dat ik positief ingesteld ben, dat voor mij telt altijd als er van de 10 puntjes 7 goed zijn. Hoe kun je dan negatief ingesteld zijn? Ja, wie facturen moet betalen van een elektricien is groot genoeg om terug te kijken. Flashback, dik 25 jaar terug in de tijd. Louis is nog lang geen Toby, maar wel al een volbloed ruiter. Je weet wel, met paarden en zo. Tussen zijn 11 en 16 jaar zal hij als een komeet naar het jumpingfirmament schieten. Zijn partner in crime wordt Mika Ray. De twee hebben een connectie die al tijdens hun eerste ontmoeting vonken geeft. Mika Ray was bijna half mens, half paard. En de beste manier om het uit te leggen is dus als je een jumpingpaard koopt, dan moet je dat ook gaan testrijden en je moet er een soort van een connectie mee voelen. Eigenlijk in mijn optiek moet je onmiddellijk die klik hebben, die band. En dat is met heel veel dingen zo, denk ik. Je hebt dat ook zelf als je mensen ontmoet. Je hebt er een instant klik mee. En met Mika Ray reden we naar Hasselt, een paardenfokker. En we kwamen binnen in die stal en er boog iets. En ze staat daar achter de hoek. En toevallig toen de eigenaar dat zei, Mika Ray, Mika Ray. En die begint zo met haar hoef op de grond al wat te stampen. Ze werd al klaargemaakt. Er zat al een zadel op. En ze keek me aan. En echt zo zat van die grote bruine ogen. Ze was donkerbruine merrie. Ze was niet groot. En ze was fysiek in mijn ogen het perfecte paardje. Het was geen grote, maar ze was sterk en ze was stevig. En je zag, she's invincible. Maar niet gemakkelijk om te rijden. Dus dat werd mij allemaal verteld. En oké, er moet maar dan gal. En als je ermee rijdt, het is niet zo dat ze mooi met haar hoofdje naar beneden loopt of zoiets. Ze heeft veel temperament, dus take your time, leert haar kennen. Dus we gaan in de ring en we warmen een beetje op. Een beetje draven, galopperen, wat stappen, een klein hindernisje, een kruisje, een rechtje. En dat gaat allemaal vrij vlot, maar inderdaad, ze loopt niet echt aan de teugel. En het is zo onstuinig en haar manen liggen ook niet aan één kant. Het is zo de manen aan twee kanten. En mijn moeder dacht, oh ja, het is een mooitje, maar ja, gaat dat wel klikken. En ik ben ook geen lichtgewicht. En Mika Ray is niet groot, dus gaat ze wel de hindernissen overgeraken met een stevige gast erop. En, maar wacht, nu moet je kijken, zegt die eigenaar. Nu moet je kijken, zegt Louis, maar je durft toch al hoog springen? Tuurlijk, tuurlijk. Dus ik ben een 15-jarige gast. Ik
kan de wereld aan volgens mezelf. Ik ben de beste jumpingruiter ter wereld. Natuurlijk kan ik hoge hindernissen aan. Ja, maar wacht, hè. Want die kan goed springen, hè, mijn man. Nu moet je opletten, ik ga je met een okser zetten. En hij zet dus een okser. Denk de 1,55 meter, 1,60 meter, dat is internationaal topniveau. Die kan het springen, hè. Maar jij ook, hè. Focus, hè. Ik zie daar een sprong geboten en ik zeg, shit, in mijn eigen melk. Ik ga nu niet zeggen dat ik het niet durf, want als het paard het kan, dan kan ik het ook. En ik ben een lefgozer. Dus oké, ondertussen hadden we nog een paar oksers gesprongen. We springen een keer 1,20, 1,30 en dat ging allemaal vlot. En dus daar staat plots een blok voor u. Dus ik galopeer en ik kijk ernaar en ik heb mijn afstand. En ik rijd naar de hindernis. En 10 meter wordt 8 meter, 7 meter. En plots merk ik, shit, mijn afstand komt totaal niet uit. En normaal gezien kun je dan op een paard dat getest, gewoon gedraaid af voor de hindernis, dat er niks gebeurt. Maar ik zeg, voor mijn kop ga ik niet afdraaien, dus ik geef extra been. Mikaré versnelt nog een beetje en ze springt eigenlijk van een meter te ver over die nokster. Die poten in de lucht, maar uiteindelijk komt ze niet uit omdat we veel te ver waren afgesprongen. En ze raakt die balk keihard, dus een achterste balk. En ze struikelt bijna zelf, dus ze landt met haar kop naar beneden. Ik, boef, over die kop op de grond gevallen. En ik lig op de grond. Ik voel direct, oké, heb ik iets gebroken? Ben ik oké? En hier, gaat het. En dan Mikaré, ze komt dus afgedraafd naar mij. En ze stopt naast me. En ze begint zo'n beetje te snuffelen naar mij. En ze kijkt naar mij van... En ze geeft me zo'n look van, zeg maat... Dat gaan we niet meer doen, hè? Zo verkeerd uitkomen. Ik spring altijd, maar zorg in het vervolg dat je, godverdomme, mij juist voor de hindernis zet. En ze kwam dus echt zo met haar hoofd gewoon binnen in mijn schoot. Kijken van, zit jij oké? Kom, let's do it again. Ik ben opnieuw op paard gesprongen. Allee, op Mikaré gaan zitten. Die hindernis gepakt. En ze sprong erover. Jongens, toch zat nog over. Ik denk dat ze 20 centimeter over had. Dus dat paardje had lef ten over. En dat was iets dat ik exact nodig had. En ik zag ze waren onmiddellijk verliefd. Zowel ik als mijn moeder. Echt, dat is to this day een van de verhalen dat ik kan blijven vertellen. En ik vertel het telkens opnieuw anders en langdradiger of korter of whatever. Maar dat een paardje zo klein, zo dapper kon zijn, dat was voor mij onmiddellijk het moment van yes, we gaan haar mee naar huis nemen. Mikaré en Louis, dat is een gouden combinatie. Tot het noodlot toeslaat. Eerst heeft Louis zelf een auto-ongeluk dat hem tot een lange revalidatie dwingt. Maar erger, een week nadien komt Mikaré zwaar ten val tijdens het spelen in de wei. Een gebroken bekken. Voor een paard betekent dat een doodvonnis. Letterlijk. We zijn er naartoe gereden en we zijn uitgehaald en... Zijn we daar gestapt tot eigenlijk in het midden van het grasveld, waar dat ik dus mijn dressageopwarming altijd deed. En je neemt je paard zelf mee naar een soort van the last walk. Wat dat heel vreemd is, omdat je wilt niet dat gebeurt. Je wilt niet dat paard er niet meer is, maar je weet dat ze pijn heeft. En er is u ingepraat dat het beter is voor het paard. Oké, maar wat is er beter dan... Leven of dood, wat is er beter? Oké, als je zoveel pijn hebt... Zij kan het niet zeggen. Het enige wat je ziet, is dat visueel dat paard constant nerveus is en dat de hartslag te hoog is en de ademhaling te snel gaat en dat ze zweet en dat ze staat te trillen en te beven. Dus je kunt dat paard niet langer in die pijn laten, maar dat kan het niet zeggen. En daarom was dat zo hartverscheurend als je een dier moet laten inslapen, dat het kijkt u aan en je vraagt jezelf af van... Sorry vriend, is er iets dat ik kan doen om de pijn te verlichten? Dus we staan op dat grasveld en dan heb ik ze lang geknuffeld. En ik heb ook sorry gezegd tegen haar. Sorry. En je zit aan het klappen op die hals en te streelen en te wrijven en maar te hopen dat ze oké is. En als je een paard vastneemt, is de kop meestal over je schouder. Ja, als je echt
closer met je paard dat je dat kunt doen. Dan is het hoofd van het paard altijd over je schouder en gestreeld en gestreeld. En je ziet zo die oortjes bewegen en dan laat het los en je kijkt weer in die ogen. And she knew something was up. En dat moeten loslaten. En dat was het heftigste, omdat je ook gewoon die veerts probeert dat ook gewoon op zijn normale manier te doen. Die probeert niet met die picuur daar te lopen. We gaan dat nu doen. Die zijn ook zeer sereen, omdat je ook wel merkt dat wij geen paardendealers waren of zoiets. Dat was voor ons gewoon, dat was mijn kind. Dat was mijn beste paardje, die alles dierf. Waarmee dat ik concours heb gereden, waarvan dat gepeest. Maar jongen, toch, die Louis Talpe, hier is 17 jaar. Hij reed ermee met de beste van België. En dat was in Moorsele, de Wintercup. Ik reed derde, vierde plekken tegen de grote professionals. Omdat men mij zei, doe dat maar jongen, kunt je dat. En ik stak in mijn hoofd, maar ja, ik kan dat. En mijn paard geraakt erover. Dus om dat te laten inslapen is iets die zeer onwezenlijk was voor een gast van bijna 17 jaar toen. Omdat je iets aan het opbouwen zit en iets dat je opbouwt, is niet te bedoelen dat dat abrupt eindigt. En dat gebeurt vaak in een mensenleven. Iets onverwachts, die echt een smak. It's like a slap in the face, maar niet naar een slap, just een mot. Dus ik ben dan gaan zitten op het gras op een meter of 10 van haar vandaan. Omdat ik ook niet wist wat ik moest doen. Ik wou er niet echt naar kijken, naar het gebeuren. Maar ik weet al dat ik snikkend op het gras ging zitten en dan zie ik haar dus uit mijn ooghoek op de grond vallen en een stuiptrekking doen. Dan komt er van alles los en je weet niet waar. Ik denk niet dat er iets anders los kwam van ongelukkig zijn, want mijn leven was goed en is nog altijd goed, maar dat was zeer, zeer pijnlijk. Sta jij daar soms bij stil? Dat alles wat je doet zomaar plots afgelopen kan zijn? Of dat iedereen die je kent er plots niet meer kan zijn? Zware gedachten die toen door Louis' hoofd gingen. En ze betekenden het einde van zijn jumpingcarrière. Het lot, of misschien verkeerd verwoord, maar de volgende stap was dat ik naar Engeland op school ben gegaan. Omdat ik in België wegens al een beetje half professioneel jumpingruiter af en toe niet naar school ging. Omdat ik dus op concours moest, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dat ik soms wel lessen miste, dat ik niet de beste, meest gemotiveerde student was. Was dat ook voor mij bepaald dat ik dacht van als ik nu ergens naar de school kan gaan, en dat is dan toevallig in Engeland, omdat daar het systeem anders is, dat je in het vijfde en het zesde middelbaar je vakken kunt kiezen, in plaats van geschiedenis, aardrijkskunde, fysica, meetkunde en noem maar alles op. In Engeland kun je in de laatste 2 jaar van je humaniora kunnen kiezen wat je doet van vakken. Dus je krijgt dan wel een vak met een grotere workload. Dus je krijgt evenveel uren, maar het is meer gespecifieerd op bepaalde richtingen. En toen ik dat hoorde van een vriend van mij die daar had gezeten in die school, dacht ik van, mam, dad, is dat nu geen richting dat we kunnen uitgaan? Om dus niet meer mezelf constant te moeten bewijzen iets dat ik niet kon. Fysica, wiskunde, ik kon er geen bal van en het interesseert mij ook niet. Er bestaan in Engeland de scholen waar je zo ongeveer kan kiezen welke vakken je krijgt, of wat? Straf. Het gras is dus toch groener aan de andere kant. In ieder geval, als je in het land van Shakespeare de laatste 2 jaar van je humaniora gaat doen, dan kan je toch niet anders dan acteur worden. Benieuwd naar hoe dat ging? Het heeft er volgens mij altijd in gezeten dat acteren en dat, ik wil niet precies zeggen entertainen, want ik ben niet de grootste entertainer of zoiets, maar het zoeken naar iets wat dat op een film gelijkt, op een toneeltje spelen, dat zat er wel in. En toen werd ik geconfronteerd met ten eerste het feit dat je 6 weken non-stop op school zit. Ik ging in het weekend niet telkens naar huis, maar geconfronteerd met jongens die artistiek bezig waren, die gitaar speelden en drums, en er was zelfs een koor in school. En dan ook dus de drama lessons. En ik dacht van, oh fuck, dit is ook wel cool. We hadden extreem veel sportmogelijkheden en ik buitte daar alles uit. Ik sportte 2-3 uur per dag als het kon. En toch plots werd die neveninteresse groter en groter. En plots was ik dan zo de Belgian guy die accentjes kon doen en die er ook wel fysisch nog wat potent uitzag. En dan kon ze dan de scripts die geschreven werden door de vrienden van de klas van de drama, moest ik dan op camera gaan uitbeelden en kleine theaterstukjes en dergelijke. En dat werd zoiets dat ik wel meenam, dat ik niet per se zag als richting van ik word acteur. No way. Tussen mijn 17 en 18 en 19 was het niet bepaald, dit wordt mijn job, this will be my livelihood. Verre van. Maar het werd een van de vele hobby's dat ik had en een dat ik ook bleef doen.
Ik ben niemand die vaak van de hak op de tak springt, maar wel graag nieuwe dingen probeert. Zijnde in sport en andere dingen in het leven, maar gewoon dus dat acteren werd plots iets dat ik ook graag deed. En als men mij uitdaagde, dan zeg ik van oké, let's try it en leer mij bij. En zo is het dan uiteindelijk geworden dat ik in België na mijn opleiding in Engeland verder ben gegaan met die opleiding. Dus ja, een beetje onverwacht, maar het heeft mij gebracht tot waar ik vandaag ben. Dus ja, dat ik al 15 jaar bezig ben, is voor mij jaar na jaar opnieuw een verrassing binnen. En een leuke. Mooi parcours van Louis, vind je niet? Niet alledaags en niet altijd even gemakkelijk, denk ik. Maar moeilijk gaat ook, zei mijn opa altijd. En natuurlijk, het best van al, doe je dat met een warme William naast je. Ik vind het heel moeilijk om zelf te zeggen, en dat is misschien atypisch voor jullie podcast, dat ik mij niet zo goed kan herinneren dat ik echt een warme William had. Ik kan wel zeggen dat ik dat misschien op de dag van vandaag meer heb, omdat het meer besproken wordt. Ik was 19 jaar, nog voordat het jaar 2000, de Big 2K, werd gevierd. Ik ben gepest geweest op school, maar ik spreek daar ook nooit over, because it doesn't really matter. Maar ik geef het mee in die zin, ik ben in het eerste middelbaar, op het einde van het eerste middelbaar en gedurende het hele tweede middelbaar behoorlijk zwaar gepest geweest en ik wist niet goed waarom. Want het begon door de gasten die het dichtst bij mij stonden, out of nowhere. Er was een soort van schoolreis geweest tijdens het weekend, maar ik was dat weekend op jumping, dus ik was niet meegeweest met de hele groep. En er moet daar iets gebeurd zijn in dat weekend, dat ze zeggen, we gaan een keer alles op Louis doen. Well, let's start bashing him. En ik zag niet, ik zeg van, waar komt dat nu plots? En op het einde van het eerste jaar vroeg ik nog zo, durf ik nog vragen van, guys, what's up? En er werd mij niet echt goed verteld hoe of wat, dat er plots een hele kar tegen mij was gekeerd van bepaalde leerlingen, zo'n beetje de popular guys. En ik behoorde daar ook toe, dacht ik. En het volledige tweede jaar heb ik mij vrij afgezonderd gevoeld op school. En ik werd ook niet constant verbaal gepest of zoiets. Dat was eerder zo een beetje het negerend pesten. Zo, we don't include you. Jij mocht niet mee. Wij gaan dat gaan doen. En wij stappen naar links. En nu gaan we naar rechts. Oh, je gaat ook mee. Oh, je bent een meeloper. Ik dacht, maar jongens, waar komt dat hier allemaal? Ik had geen idee. En dan zouden we denken van dat in het huidige klimaat er moet over gebabbeld worden. En de ouders gaan dat merken. En dit en dat. Maar opnieuw, ik stam af van een periode waar dat men voor zichzelf moest opkomen en waar dat je soms gewoon you take it in en you deal with it en je gaat gewoon verder en je wordt er sterker van. Dat is iets waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds voor sta. Ik geloof enorm dat mensen moeten gesteund worden, 100%, maar ik vind ook dat mensen tegen een stootje moeten blijven kunnen. Men mag niet te zacht zijn voor zichzelf. Maar wat dat wel belangrijk is dat je altijd met je verhaal naar iemand terecht kunt. Dat is wel de essentie. Ik had dat toen niet, maar ik ben toen van mezelf wel gewoon, I got over it. En wat dat er daar nog van overblijft, zou ik nu kunnen zeggen tegen die jongens dat ik nog, ik kan die vandaag bellen en zeggen, guys, weet je nog? Wat was dat eigenlijk? Ze gaan het waarschijnlijk zelf niet meer weten. Ik denk dat heel veel mensen die iets meemaken in die periode, zo teenager tot zelfs de leeftijd van 18, 19 jaar, als je nu 20 jaar later daar naartoe kijkt, ze gaan ze het niet meer weten. Want je zit meestal niet slim genoeg of te naïef om te beseffen wat dat je een ander kunt aandoen door te pesten. Dus ik heb eigenlijk in mijn ganse jeugd heb ik nooit naar iemand gegaan van ik voel me niet goed, ik word gepest, ik ben eenzaam. In die periode werd er gewoon niet over gesproken. Dus het is een ander verhaal dan vandaag. Ik wil niet het verhaal van Warme William of zoiets in een ander daglicht stellen, maar het is gewoon hoe dat mijn realiteit toen was. En het belangrijkste om dan aan te gaan, dat de dag van vandaag, dat je wel altijd moet beseffen, je kunt naar iemand gaan en there's no shame in it. Misschien was het vroeger, 20 jaar geleden, nou dan, of je denkt er niet aan, kan ik tegen iemand gaan spreken. Vandaag de dag zijn inderdaad mijn warme Williams dan, mijn ouders, mijn vrouw en mijn broers. First and foremost, mijn familie. Dus je moet altijd, als je denkt aan uw warme William, kijken naar uw familie. Dat is niet altijd gemakkelijk, want sommige jongeren hebben geen goede band met de familie. Maar je kunt altijd dan zoeken naar uw andere familie, uw vriendschappen. Wie zou er zeggen van, oh man, dat is mijn beste vriend, maar ik zie hem als mijn broer. Speak to that guy. Of hetzelfde met een vriendin.
Dus voor mij in die periode was er nooit echt een soort van opvang. En heb ik het ook gewoon, ik heb ermee gedeeld. En het heeft mij ook gemaakt tot wie ik vandaag ben. En ik zie mezelf als een competente vent die een gezin opbouwt en die solide staat in zijn professioneel leven. Maar ik heb soms ook wel nood aan een luisterend oor op de dag van vandaag. Ook omdat ik weet dat het eigenlijk toegestaan is om te durven zeggen dat je een zwak moment hebt. Voilà, klopt helemaal, Louis. De tijden zijn veranderd. En als je echt met iets zit, dan mag je dat ook zeggen. Maar, beste luisteraar, vind jij dat altijd even gemakkelijk, zo over je emoties praten? Benieuwd naar hoe Louis dat heeft geleerd? Ik heb dat geleerd door misschien het vak dat ik in zit. Dat mensen wel emotioneel durven zijn. Dat natuurlijk, als acteur moet u echt soms... Het eerste wat ze u gaan leren in theaterschool, is de muur die je dagelijks rondom je hebt, die afbreken. Dat moet je leren. Je moet je durven kwetsbaar opstellen. En dat is niet gemakkelijk, want niemand zegt graag, oh, ik voel me niet goed. En niemand zegt graag, het gaat niet vandaag. Sommigen zijn dat graag. Sommige mensen klagen ook graag. En daar ben ik ook tegen. Maar hoe heb ik dat geleerd? Door het mee te maken, door zelf het warme William-personage te kunnen zijn voor andere mensen. Door zelf mensen te gaan helpen, door te luisteren. Want ik luister ook graag. Ik vind het soms interessant om echt te vragen, hoe is het met jou? Ik heb in het begin van mijn carrière heel vaak de vraag gekregen, en vertel. Want ik deed iets dat niet zo voor de hand liggend was. Ik was plots acteur geworden. Terwijl dat veel vrienden van mijn omgeving niks artistiek deden. Die werden dokter of die wouden een ambacht leren. Die werden patissier of iets dergelijks. En ik ging plots op televisie komen. En ik moest daar staan huilen tijdens de les van acteren of zoiets. Dus ik kreeg heel vaak de vraag, vertel. Maar om duur had ik dat verhaal verteld. En had ik liever het gevoel van, vertel het geen een keer. En zo leert je dat zelf en kom je op een punt waarvan je denkt, het is gewoon belangrijk dat mensen wel echt... Je moet mensen kunnen lezen. Meestal als de mens zich niet goed voelt, kunnen dat wel vrij snel aflezen. En dat is de kracht van vriendschap, hè? Wat denk je? Kan jij jouw vrienden lezen? Zie jij het aan de stand van hun sproeten, hoe ze zich voelen? Ik probeer echt altijd te zeggen, en mijn vrouw weet dat, dat I pride myself in being a good friend. Dat ik het mega belangrijk vind om in een vriendschap te geven, dat je ziet, ik ben daar. Dat gaat ook over soms een keer echt een dom cadeau geven, maar ook gewoon over het feit van te bellen aan elkaar, een bericht te sturen. Yo, guy, is alles oké? Gaan we nog een keer iets gaan doen? Ik heb je al lang niet gehoord. Dat soort dingetjes zeggen. Gaat het? Hoe is het met de kids? Hoe is het met je vrouw? Hoe is het op school? Mensen hebben dat soms ook gewoon nodig. Gewoon even, gaat het? De eerste reactie dat je meestal gaat terugkrijgen, ja, ça va. Een beetje dit en dat. Dat beetje... Als men al dat toevoegsel gebruikt, dat beetje is meestal veel groter dan een beetje. Ik voel me een beetje ongelukkig, een beetje. Dan mogen we dieper beginnen gaan. Klopt helemaal, Louis. Dieper durven gaan, daar gaan wij voor. En hoe je die tocht stap voor stap tot een goed einde brengt, ook daar heeft hij een mening over. Spits je oren, want volgens mij heeft Louis een punt. Ik vind het heel belangrijk dat je engagement hebt en dat je passie toont voor wat je doet. Voor mij is het zeer belangrijk, bijvoorbeeld nu, mijn laatste job dat ik heb gedaan onder vuur, is dat, hoe zwaar dat een dag ook is, voor mij nu in de hoofdrol dat ik daar speel, dat je toekomt op een set en dat je dat engagement meeneemt en die energie dat je die doorgeeft aan iedereen. Want dat helpt ook, dat maakt jezelf gelukkiger als je telkens met een nukkige kop op je werk toekomt of op je stage of eender wat dat je doet om bij te leren. Forget it. Dus het is niet zomaar dat je op je eerste job plots 6.000-7.000 euro krijgt per maand. Dat is niet normaal. You gotta pay your dues. Je moet ergens beginnen. Ik ben ook... Mijn allereerste acteerjob was kabelsleper bij familie. Ik heb dus de camera's. Ik heb 3 cameramensen in een studio. En zij krijgen dus meestal iemand die ter plekke werd in de studio's in Boortmeerbeek om de kabel te slepen als ze moeten een grote beweging doen. En soms zijn die er niet. En dan belden ze naar onze school. Zeg... Er hebben de gasten geen zin om wat ervaring op te doen in de studio. En dan kom je daartoe en dan... Wat kun je dan doen als ervaring? Je kunt kijken naar acteurs, oké, die spelen zo. Die hebben een script bij. Oh, nog juist voordat ze actie riep, heb ik hem gezien met zijn script. Kent zijn tekst niet. Zo dat soort dingen, dat soort ervaring. Maar wat deden we? Kabels slepen. En dan het tweede was... We hebben hier een klein rolletje. In spoed. Gerold voorbij het beeld in een rolkarakje. Dat. En heb ik tekst? Nee, je hebt geen tekst. Niet nodig. Allee, je mocht toen dat je pijn hebt. Oh. Dat is het tweede. Dan denk je van, allee, begint dat zo? Ja, dat begint zo. Dus als acteur
is dat voor mij zo begonnen. En ik vind dat ik na 15 jaar, I've paid my dues to get where I am. Soms worden van niks gecatapulteerd tot, voilà, wie is die acteur of die actrice? Ah, ze is onbekend, maar ze speelt de hoofdrol van deze grote reeks op Netflix. Ah, oké, okay, sure, kan ook. Het kan, maar dat gebeurt bijna nooit. Dus je moet stap voor stap voor stap iets opbouwen. En je moet, denk ik, als jongere dat goed beseffen. Ziezo, dit gesprek loopt stilaan op zijn einde. En vond je deze aflevering de moeite waard? Stuur ze dan door naar een even grote mega-Toby-fan. En wil je meer straffe coming-of-age-verhalen? Abonneer je dan op deze podcast via een podcast-app of volg ons via de Instagram van Warme William. En vind je dit echt geweldig? Laat dan een mooie recensie achter op iTunes. Want zo kunnen ook andere mensen de podcast makkelijker ontdekken. Warme William luistert.